Goedemorgen aanwezigen. Ja. Namens het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo mag ik u van harte welkom heten op de ceremonie 75 jaar vrijheid. Dames en heren, verplaatsen zich dagelijks talloze mensen over de weg tussen Geldrop en Mierlo. Achteloos. Op de fiets of in de auto. Misschien in gedachten verzonken. Afgelopen week was dit anders. Toen werd het Brits Ereveld opgeschrikt door een daad van vandalisme en was er veel aandacht voor wat er hier was gebeurd. Dit incident maakte duidelijk dat er nog steeds mensen zijn die respectloos met het verleden omgaan. De mensen die hier begraven liggen, waren voor de oorlog nog nooit hier geweest en hebben zich voor ons ingespannen om de bevrijding tot stand te brengen. Dat verdient alleen maar waardering. Kijk, vandaag staat een teken van de bevrijding. Vandaag staat een teken van de herdenking en de herinnering van de mensen die ons die vrijheid gebracht hebben. En dan zou het ook jammer zijn om te lang stil te moeten staan bij hetgeen wat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Je werd ermee geconfronteerd op het nieuws, op televisie. Ja, en zo dichtbij. Schandalig. En nou, zaterdag hier allemaal die hakenkruisen erop. En dat ze dat zo toch wel netjes weggekregen hebben. Dat doet er toch wel iets. Wij hebben onze vrijheid te danken aan deze mensen. Maar als we de krant heel goed lezen, iedere dag, dan gebeurt er in de wereld heel veel. En dat we iedere dag dankbaar moeten zijn voor onze vrijheid. Ja.